Met voetbal? De weg hier. Dat is een doorn in mijn oog. Nou, die is scheef. Oude mensen die vallen dikwijls, ze struikelen in die putten. Nou, veranderen zou ik niet veel, maar ik zou wel wat meer aan de wegen gaan doen. Gewoon meer de voetpaden en de fietspaden, dat die er netjes bij liggen. Want af en toe dan breek je gewoon je nek bijna. Die voorzieningen voor kinderen vind ik hier al meevallen hoor. We zijn net de kinderboerderij nog overgelopen en er is echt wel veel te doen. En hier aan de overkant wordt ook heel veel georganiseerd, die schooltjes. Alleen s'avonds is het hier een rommeltje. Want dan gaan de jongelui echt, tot 12:01 lopen ze te zuipen en dat wordt het een beetje minder. Voor de jongelui dus echt, opgeschoten jeugd, is er eigenlijk niks. Niet veel, nee. Er is geen disco natuurlijk, je hebt hier één kroeg dan, daar is ook eigenlijk niet veel te doen, maar de rest is allemaal eigenlijk weggedaan. Maar ik vind een bioscoop en dergelijke dingen en een beetje een gezellige soort disco, dat vind ik wel eigenlijk wel, daar hebben mijn kleinkinderen het wel over, dus dat missen hier. En het enige probleem wat we hier hebben, dat zijn de kinderen op het speelplaats voor de kinderen. Dat is het grootste probleem. Want de kinderen kunnen hier nergens spelen en ze moeten buiten voetballen en ze moeten buiten over de straat heen rennen.